Okay. Dat wordt afzien dus. Day one of the first crew. Robert. En still Nico. En Anderd. And we are still in Lagos. And Robert is about to dive. Oh yes. He's pretty cool about it. Yeah, yeah. He's not even shouting. It's koud? Heerlijk. Is het lekker? Het is ook koud, maar... Wow. We are very impressed. Helder water, hè? Ja, super helder. Say greetings from the Punta del Umbria in Spain, from the top of the Bazaanmast. Swimming towards us. Robert sitting over there. This is looks from above. So, Robert, what are we doing here? Nou, wij hebben vanmiddag op slinkse wijze hebben wij een kreeftenkooi, krabkooi, hebben wij gestolen. Geleend. Verderop. En Nico en ik hebben even over nagedacht of we hem aan de boot gaan vastmaken. Maar de boot drijft weg en het wordt eb en het wordt vloed. Dus wij hebben op heel ingenieuze wijze nu een dobber gecreëerd. Ja, dat is geen dobbertje, maar echt een dobber. Echt een flinke dobber. En die is vastgemaakt met visnylon van 10 meter lang aan onze kreeftenkooi. Mm-hmm. Er zit een mooi stuk kabeljauw in. Mm-hmm. Met een steen erop om het aas mooi op de grond van het kooitje te houden. En dan is de bedoeling dat hier straks zo'n scharrelende kreeft zo induikt. Mm. En dan er dus, net zoals mijn hand nu, zit die echt vast? Niet meer, niet meer uit kan. Dus, auw. Ja, dat dus. Dus jullie zijn getuige van de waterlating van de kreeftenkooi. En het idee is dat wij de komende 2 weken elke avond kreeft met mayonaise eten. Nou, mayonaise hebben we genoeg. Mayonaise hebben we genoeg. Oké, ik ben benieuwd. Goed. Alright. Samuelito! Oh, ik dacht... Je moet iets positiever, man. Wat is ook weer dat RIP-muziekje? Oké, gooi maar in. De dodenmars. De dodenmars. Chopin. Oh ja. Oké. Nou, let's go.
Maar waar, als je het niet aan de boot hangt, waar hangt het dan? Misschien een beetje die kant op. Het hangt nergens aan de dobber. Dus ja, maar gaat hij dan weg? Nee, deze ligt op de grond. Deze ligt op de bodem, die blijft drijven. Moeten we morgen alleen het bootje ophalen. Maar gaat de stroming het niet wegduwen? Mm-mm. Zeker? Mm-hmm. Nou, dan ben ik echt benieuwd. Ja? Ja. Maar, uit het... Wacht. Ja, ik zie hem. Maar ik zie ook dat hij niet recht. Nee, hij gaat zeker niet recht. Maar eigenlijk moet hem even aan de achterkant doen. Want ik ben bang dat... hij gaat best wel een stukje weg. We moeten hem alleen morgen weer ophalen. Dat is het hele ding. Ja. Ja? Au! Oh. Oh jee. In de tussentijd, Samuelito remt op. Met Anders. En Anders chat de hele tijd. Ik zeg niet met wie over wie, maar heel erg kapot. Kapot. Oh, oh, daar gaat het weer. Oh. Ja. Geef maar eens, I need more slack, man. Is het daar weg? Ja. We zijn hier trouwens weer in Spanje. Meer mee. En nu? Opa. Oh nee! En daar gaat hij. Heel dobber. Nou, nu is het spannend is natuurlijk. Ik zou nu uit zwemmen. Of Greving komt. Ja. Kijk, nu moeten we even wachten tot of die blijft liggen. Als die niet blijft liggen, dan is het plan mislukt. Dan springen jullie in het water, ja? Ja, maar hij blijft liggen, dus we zijn helemaal goed. Die moeten we morgen ophalen. Hallo? Nee, blijf liggen. Blijf niet liggen. Het gaat gewoon weg. Alaikum. Alaikum salam. Day whatever. But we are in front of Rabat. Marokko, we made it. Sunrise over Rabat. After
two nights of sailing with pretty good conditions. A good crew, we made it to another continent. Bye bye Europe, welcome Africa. And in a few hours we're gonna indulge ourselves in the flavors and sounds of Morocco and the hammam, eat tagine and go to the souk to buy nice fresh food. We're happy. And Rea did this night. She let down all the sails in the dark. So no, she's. No, Robert did. I was artistic. Well, you managed it, which is even better. Thanks to your light. I'm proud of you. Baja. Baja. Salam.